En zij gaan nu beginnen. Programma nummer 33. Men heeft half minuut freestyle. De water voor deze heren 800 meter vrije slag. Noah Martens van de Vlaamse Zwemfederatie in baan 1. Op baan 2 van PSV Maarten Boskowski. Op baan 3 voor de SK EBR de Rijn Hessen Mainz Christian Keber. Op baan 4 voor de Olsen Kooi. Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen 10 kilometer. Ferry Weertman. Op baan 5 voor het Duits zwemteam Paul Zelman. Baan 6 voor Neckar Soelen Sportunion Henning Moerleitner. Baan 7 voor de Pleasanton Seahawks, Leighton Patel. En op baan 8 voor de FFBM Lucas Daal. Aan de leiding, we zijn 300 meter ondertussen al onderweg. Het is Henning Moerleitner, de winnaar van de 2 en de 400 meter vrije slag. Die 200 meter vrije slag, vrijdag kon hij in baan nummer 1 en was de verrassende winnaar. De 400 meter vrije slag aan het einde kwam er nog als een dubbeltje uit het doosje richting de finish. Weertman in tweede positie, we hebben van de onderste kooi. Even boven elkaar de tijden van deze zwemmers kijken, de tijden van Weertman bijvoorbeeld. Een persoonlijk record op de 800 meter een vrije slag. Die staat op 7:53:38. We kijken dan zo meteen naar het keerpunt 400 meter. Het zal iets langzamer gaan, denk ik, dan zijn persoonlijk record. Hier nu aan de leiding.
een 4.0026, weer van een 4.0093, een 3 seconden, dus boven de doorkomsttijd van zijn persoonlijk record. Deze 800 meter een vrije slag. Zong hij voor in de, 3 jaar geleden alweer, 2015, op deze swimcup. Nog in het gecombineerde Nederlands kampioenschap swimcup. Derde positie is daar Christian Keber van de Sportgemein EWR en Rheinhessen Mainz. Meter. Nu lijkt dat 574, Weerman 501,82. En dan de derde tijd is er voor Christian Keber 504,35. Naar het laatste keerpunt aan de startzijde, keerpunt met de bel. De bel gaat klinken als eerste voor Henning Koolhuijten en dan voor Ferry Weertman. Als derde voor Christian Keber. Dan liggen Weertman en Koolhuijten dicht bij elkaar. Dan zien we daar het tempo van Weertman wat omhoog gaan. En dan komen de heren dichter bij elkaar te liggen. Verschil was 3/10 op het keerpunt 700 meter. En nu dus naar het keerpunt 750 meter. Dan terug naar de finish. Dan zien we dat de voorsprong er nu is voor Weertman in baan nummer 4. 7:34 nu voor Weertman. En dan gaat Koolhuijten dan zeker nog strijd leveren voor de overwinning op deze 800 meter vrije slag. En dan is het 25 meter te gaan, de halve lengte voorsprong voor Weertman. Koolhuijten en Weertman daar dicht bij elkaar. We weten dat die Koolhuijten het lang vol kan houden in de finish. Dat heeft hij laten zien in de laatste series. En hier gaat het nog steeds zij aan zij, hard tegen hard. Maar het is Weertman die het eerste aantikt in 8:01:30. Tweede tijd van Koolhuijten, 8:01:56. En de derde tijd van Christian Keber, 8:07:44. De winnaar.
op deze afstand te huldigen. Lekker op weg naar een grote vorm deze zomer. Ferry Wiertman!